Oh my... Ah, dit meen je niet. Dames en heren, jongens en meisjes. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Ik heb namelijk vandaag een berichtje gekregen van een of andere makker op de Makkercraft server. Die het volgende zei. Namelijk, wanneer ga je Minecraft opnemen? Niet mijn video kijken, uitroepteken. En daarna heel veel uitroeptekens. En toen dacht ik al, ik weet hoe laat. Ik wist gewoon hoe laat het was. Dus we gaan first reaction... Gaan we op de makker server en of ik boos word of niet, dat gaan we zelf merken. Ik ga het zien. Ik ga het zien. Allemaal kippetjes. Allemaal kippetjes. Maar dat is niet erg. Allemaal kippetjes. Hallo, kan mijn wild doorlaan. Wat is die boot daar? Oh, kippetjes. Nou, daar kan ik niet boos om worden, toch? Oh, wat? Oh, maar... Ik wil ook meteen zwemmen. Dit meen je niet. Oh my god, man. Wat is dit nou? Het is niet eens Jones, deed het niet eens. Het is niet eens Jones. Waarom is een sugarcane trouwens niet weg? Dat vind ik echt heel erg eigenaardig. Dat valt me trouwens heel erg op dat een sugarcane gewoon blijft. Maar... I think someone fucked up with the wrong person, jongen. Oh. Dit is ook helemaal dichtgegooid hier. Vincent. Dit had je niet moeten doen, gast. Dit had je even niet moeten doen. Dit moeten we weer helemaal opvullen. Nou, weet je wat we sowieso wel kunnen doen? We kunnen het sowieso... Het voordeel is wel. We kunnen het nu wel uitbreiden en wel mooier maken. Die privilege hebben we nu wel. Dus daar kunnen we sowieso eventjes voor zorgen. Want ik wilde sowieso mijn ding al iets mooier gaan maken. Iets verder uitbreiden. Overal zand neerleggen en zo. Dat alles zand was. In plaats van ook af en toe een beetje dirt. Dus daar kunnen we wel mee bezig zijn. Dat is chill. Maar buiten dat... Oh, wat naar dit. Oh, wat de nare mannen. En al die kippetjes. Wat zijn al die kippetjes dan? Ik heb nergens op slaan. Maar makreeltje en sardientje zijn echte vriendjes. En die zijn als goed is nog wel, toch? Hallo? Ik zat nog wel water. Ja, ze leven nog prima, joh. Ja, ze leven nog prima. Ik vind dat ding daar wel een beetje gevaarlijk. Maar goed, ze leven nog. En dat is belangrijk. We kunnen dit allemaal een beetje uit gaan breiden. Dat kan allemaal rustig hier, makkelijk. Die privilege hebben we nu. Yay. Blij zijn met privilege, baby. Hoppa, weghalen, Jandel. Weghalen dat stink dirt. Oh, mijn god. We gaan Vincent ook terugpakken, kan ik je vertellen. We gaan die Vincent terugpakken. Oh, en ik heb een ideetje. Ik heb nu al een ideetje. Weet je wat het namelijk is? Vincent, die denkt nu leuk te zijn. Van haha, denk ik al het water bij je weggehaald. Ik heb al het water bij je weggehaald. Dat heeft hij zeker weten gedaan. Maar, hey, kotetjes, luister. Waar is dat water gebleven? Hè? Waar is dat water gebleven? Ik bedoel maar. Het zou heel erg velend zijn als dat water ineens spontaan, I don't know where, ik weet niet door wie, misschien door Vincent zelf, in zijn eigen basis terechtkomt. Zou dat zo vervelend zijn? Dat zou vervelend. Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk als je dat hebt. Nee. Dat is zeker niet leuk. Laten we dat vooral niet laten gebeuren. En dat vooral laten voorkomen. Ja, dat lijkt me een goed idee, Link. Goed bezig. Lekker, gast. Oh, mijn god. Ja, ik wilde dit sowieso een keertje doen. Dit uitbreiden hier zo. Maar dat was altijd zo lastig in het water. Dus dat op zich is het wel heel chill. Dit op zich, dat het eventjes weg is, is helemaal chill. Dat ik het gewoon uit kan breiden. Wat mooier, wat groter kan maken. Even wat uitbreiden. Maar die kippetjes, hè? Nee, die kippetjes, hè? Die kippetjes in mijn basis. Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Ik wil ze neermaken. Oh, ik wil ook spinnen. Oh, hey. Wist ik dat hier een cave zat? Ik weet niet of ik hier wist dat er een cave zat. Ik weet wel dat er creepers zijn. En dat is een beetje eng. Hop, creepers, ga even dood. Dankjewel. En jij ook even dood. Dankjewel. En jullie ook allemaal even sterven. Dankje. En hier hebben we zometeen wel eventjes heel veel problemen mee. Want ik wil natuurlijk hier gaan uitbreiden. Als dit allemaal een ding is, wordt het heel erg vervelend. Heb ik toevallig toortjes bij me? Ja. Dan kunnen we in ieder geval hier een beetje oplichten. Zodat we in ieder geval geen last krijgen van beesten hier. Dat zou helemaal top zijn. Hallo, endomanen. Ik kom eventjes heel deze gigantische cave die ik blijkbaar onder mijn baas heb, even oplichten. Dankjewel en bedankt. Het is echt een flinke cave, kan ik je vertellen. Dan even hier. Weet je, we hebben nu al genoeg opgelicht. Hey gast, ga eens even weg. Doei. Trouwens, hebben die kippetjes. Hey kippetjes, ga eens even weg. Ga eens even weg. Doei. Het zijn allemaal geen Samantha's, gast. Jij ook weg. En jij weg. Alle kleine kippetjes mogen weg. Jij mag weg. Hey!
Koentie. Jij erbij ben, joh. Jij weg. Jij weg. En jij weg. Dankjewel. Het wordt wel echt een best wel in het allemaal eigenlijk mooi te gaan maken. Ik weet nog niet precies hoe ik het eigenlijk wil gaan doen. Ik ben nu wel een beetje bezig, maar sowieso de grond moet helemaal van zand worden. Ik denk sowieso dat er ook een gedeelte wordt streamen content. Als ik eerlijk ga streamen of zo. Dit trouwens voor mijn inventory is ook helemaal vol met stuff. Moet ik even op gaan ruimen. En dit? Oh, dit is nog wel gemaakt. Nou, dit is... Dankjewel, Vincent, dat je dit hebt laten staan. Heel erg bedankt. Dit waardeer ik. Dit is echt hetgene wat ik echt meeste waardeer. Oh, wat naar. De nare morning. Ik hoor ook gewoon... Ik hoor splashes. Waarom? Oh, er zit ook gewoon een inktvis. Waar zit die hier? Laat ik hier trouwens eventjes... Ik ben namelijk bang dat ze dood gaan. Dus ik ga eventjes hier water plaatsen. Dat ze niet dood kunnen gaan. En die komkommetjes halen ook eventjes weg. Dat we zeker weten dat mijn sardientje en makreeltje in ieder geval niet sterven. En over sterven gesproken. Kunnen jullie even sterven? Dankjewel. Ga eens even weg. Dank je. En dan gaan we jou ook weer hier plaatsen. Zo, toppie. Zo. Nou, het water is ook weer semi-gefixt. Niet helemaal, maar hey. Ze gaan in ieder geval niet dood. En dat is het belangrijke. Dat is het meest belangrijke. Als mijn diertjes doodgaan, dan ga ik echt full rage mode. Zo, de dirt hier eventjes mooi allemaal weg mogen halen. Hey, get out of here. Vullen vanzelf toch alweer op met zand. Als dat ik te veel heb weggehaald. Zo, wegwezen. Wegwezen. Doedeledokie. Ging vooral omdat alle dirt een beetje weg was. En dat ik iets meer ruimte had om wat dingetjes hier qua koraal te maken en zo. En over dirt gesproken, hier is heel veel. Laten we dat even als eerste weghalen. Ook die gravel, dat is ook niet wat we willen. Nou, het begint voor mij wel ergens een beetje op te lijken. Ik heb hier al redelijk wat weggehaald. Je kunt natuurlijk heel langzaam het op laten komen. Deze zijkant hier moet een beetje weg. Met iron vooral een beetje zo. Uiteindelijk, als we dat zouden willen, kunnen we een heel mooi koraal dingetje hier maken. Ik hoor gewoon lava. Ik hoor gewoon lava, gast. Dit hier vooral. Kijk hoe dichtbij dit is, joh. Dat moet sowieso even gefixt worden. Dan was een groot gedeelte van het zand hier weg. Samen met de gravel. Dan gaat natuurlijk het snelst. Hoe heeft het eigenlijk weggehaald? Heeft het weggehaald met sponsen? Ik denk dat hij het met sponsen heeft gedaan. Hoe komt hij aan zoveel sponsen? Dat is mijn vraag. Kom maar in dat ik een van de enigen was met sponsen. Of in ieder geval een van de weinigen. Eén weet ik sowieso zeker. De dam moeten we nog niet doorbreken met het water. Dat lijkt me sowieso niet slim. Maar kijk, al dat zand wat ik aan het verzamelen ben. Of eigenlijk niet aan het verzamelen ben, want mijn inventory is vol. Daar gaan we. Die poot is nu ook aan het vliegen. Maar sowieso, het zand verzamelen is geen slecht idee. Zo, inventory weer kinde leeg. Dan kunnen we weer dingen weghalen. Ik vind het zo gek dat ik alleen maar flint krijg, joh. Deze shovel omdat ik fortune natuurlijk erop heb. Insane. Gravel. Dat is bijna niet meer te verzamelen door mijn ding. Gaan we een hele nieuwe shovel moeten... Zullen we dat even niet doen? Gast, zullen we dat even... Het is donker. Misschien wel even handig om eventjes een tukkie te gaan doen. Voordat dadelijk een gedeelte van mijn baas wordt opgeblazen. Dat ik sowieso ook gelast van omdat het in het water zat. Dat is wel een voordeel aan de waterbaas. Ik lig gewoon naast mijn bed. Are you kidding me? Ik lig gewoon naast mijn bed liggen. Ik heb ook gewoon zin om TNT te gebruiken, omdat het anders zo lang duurt. Tempted. I am indeed tempted. Dit gedeelte hier, joh. Kan ik hier een TNT'tje in gooien? Misschien wel. Weet je wat? Boeien, Ruud. Boeien. Goed, dus hebben we nog TNT ergens? Ja, we hebben nog TNT. 3, laten we er 5 meenemen of zo. Natuurlijk ook redstone nodig. 1, 2, 3, 4, 5. Dan moeten we even stokjes hebben. Dat hebben we als goed is hier wel. En dan dus maken dat wel. Boom, stokjes en stonks. Dankjewel. Zo, even kijken. Want dit gedeelte van de berg hier mag wel afgesloten worden. Dan heb ik hier en daar. En zo wil ik allemaal meer ruimte hebben. Dus dat komt sowieso hier zo terecht. Ja, zo. En nog eentje. Boom. Dan plaatsen we eentje daar zo. Die hier. Dus dan plaatsen we dat meteen eventjes op. Kijken wat een beetje effectief is. Even kijken. Nou, valt tegen. Dat valt best nog wel tegen. I mean, het is wel leuk. Het is grappig voor even een keertje. Voor wat gebruik ik anders TNT? I don't know. Boonk. Hier nog een TNT'tje. Oh, ik zit vast. Help. Oh, nee. Oh, wat de water... Wat de water stond. Are you kidding me? Zo. Gaat dat ook weg. 3, 2, 1. Boonk. Ja. Oh, dat gaat op zich wel zo. Oké. En de laatste. Hier zo. En boom. Nou weet je. Deze dingen mogen ook weg. Doei. Ik heb die redstone torch niet meer nodig. Zo. Lekker gedaan, gast. Wil ik ook opletten bij die berg. Dat we die berg mee laten lopen zometeen. Maar ja, dat is een zorg voor later natuurlijk. Maar het zand weghalen is zo satisfying, hè. Dat is zo chill. En dan ga je dat steen weghalen. Denk je. We gaan het langzaam. En we niet per se verder weg moeten halen dan dit randje hier zo. Mijn torch zijn ook gewoon niet opgeblazen door de TNT. Oh my god. Ik ga zo deze aflevering niet alles doen. De rest ook allemaal wel lekker op stream of zo. Maar
Er zit lekker progressie in, kan ik vertellen. Een flinke, maar dan ook een flinke uitbouw. Ik heb natuurlijk in principe bijna alles uit de natuur gehaald. Dus hoe is natuur? We hebben deze leek gevonden. En nu de leek weg is, is toch wel best wel pijnlijk. Heeft trouwens Vincent wel alle visjes gered? Voor mij heeft hij alle visjes niet gered. Dat doet me nog het meeste pijn van alles, weet je wel. De visjes, weet je wel. Arme visjes, weet je wel. Die hier allemaal... Dit is een ecosysteem, hè. Dat was een ecosysteem hier. En hier ruined it all. De ecosystem. Oh, hey. Hey, we hebben het lava gevonden. Top. Dat lava kunnen we zo even zo weghalen, denk ik. Pas dan. Geen zin dat de lava zo dicht bij mijn huis is. Heel eerlijk. Yes. Oh, het is ook echt heel veel lava. Oké. Maar we kunnen het weghalen met dit. Of met zand of zo. Ja, met zand is denk ik het beste. Want dan gaat het natuurlijk ook meteen zinken. Bazinka. Ik weet ook niet hoeveel layers het zijn. Dus het lijkt me ook wel verstandig om dit te doen in plaats van water eroverheen te gooien. En dan kunnen we zo meteen al dat zand in principe gewoon weer oppakken als we het nodig hebben. Zo, al het lava weg. Poenk. Kom maar terug, zand. I need you in my life. Nou, dat is wel. Het is natuurlijk nu heel donker geworden. Maar daarvoor hebben we een oplossing. Torches. Torches zijn je beste vriend. Boonk, boonk en boonk. Zo, prima, helemaal opgelicht. En tot later. Zo, hebben we daar ook geen last meer van. Niet dat het echt heel veel last van hadden, maar het gaat om het idee. Dan zouden we dit hele gedeelte... Oh mijn god, ik ga even een spectator mode. Zodat ik het aan jullie kan laten zien wat we tot nu toe allemaal hebben gedaan. Dit gedeelte hebben we echt gewoon afgekampt. Dan kunnen we dit heel langzaam af laten bouwen, zeg maar. Net zoals hoe stel deze berg gaat. Ik zie trouwens dit. Maar dan moet zo meteen weg gedaan worden. Maar het is op zich wel een stuk ruimer. Hier is een stuk ruimer. Dit kunnen we trouwens ook nog een beetje uitbreiden. Nog een klein beetje verder gaan. Dat we nog iets meer kunnen zien. Dit gedeelte van de berg wil ik eigenlijk nog allemaal weg gaan halen. Hier zo. Dit moet weg. Dit gedeelte hier moet nog weg. Deze moet nog helemaal weg. Maar er zit zeker weer de progressie in. Ik denk dat het wel streamwaardig is om dit soort dingetjes te gaan doen. En weer een beetje een projectje om aan te gaan werken. Zeker wel, zeker wel. Maar er is nog iets heel belangrijks wat we nog moeten doen. Daarvoor moeten we eventjes een normale weer. Wereld, want dit is echt gewoon een perfect moment om het voor elkaar te krijgen. Ik ga hier eventjes een bruggetje maken. Je zou misschien denken, Link, waar maak je een bruggetje? Dat komt vanzelf, joh, gast. Dat komt vanzelf, joh. Eventjes hierheen. Zo, dan moeten we eventjes zo. Ja, dat is prima, joh. Even kijken. Hebben wij toevallig de tools die we nodig hebben? Nee. Eventjes terug. Even eerst alles even uitsorteren. Namelijk een fungus on a stick. Ja, 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 ja. Het is tijd. Het is de hoogste tijd. Zo, dan gaan we even de iron wat we hier hebben. Kunnen we wel even zo plaatsen. Perfect. Doe even hier. Zo, dat moet wel lukken, toch? Dat een beetje hoger doen. Ja, perfect. Perfect, gast. Oh, dit water hier is echt helemaal weg. Wauw. Thanks, Vincent. Very cool. Alright, 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 alright. Weet je, wat is? Ik wilde heel graag Strider een keertje mijn basis krijgen. Maar ja, al dat water wordt altijd heel erg vervelend. Strider! Ik heb goed nieuws voor je. Namelijk, je kan naar mijn baas toe komen. Als je dat zou willen. Hey, heb je daar zin in? Gast, heb je daar zin in? Nou. Hij denkt eindelijk lekker warm. Lekker warm. Nou, heb ik goed nieuws voor je, gast. Het is lekker warm. Je moet even naar buiten komen zelf. Dat kan je niet hierheen brengen. Want, dan stoot ik mijn kop en dan ga ik dood. Muziek. Gast, we hebben nog meer. Echt drie deuren. Eén is een nepdeur. Spring hem omhoog, gast. Kom op, zeg. Oké, dan ga ik wel met je meerijden. Au, ik krijg pijn. Zie je de bloed dus? Dat bedoel ik dus al. Zo, deurtjes dicht. Oude tijdelijke baas. En dan gaan we. En dan gaan we naar binnen brengen. En zo. En zo. Yay! Een kippetje. Hey, hoor je dat kippetje te overleven? Oh, damn, kippetjes. Hey, Strider. Welkom trouwens. Avond. Dan kun je nog kippen hier achter. Kan er... Oh mijn god. Echt heel veel kippen achter. Als weg, gast. Ga eens even weg. Dankjewel. Jij moet ook even neer. Oh, oh meneer Schubbel is bij me. Maar Strider, welkom eindelijk. Nou, hoeveel aflevering, 21 afleveringen dat je eindelijk hier bent? Vind ik sick, vind ik leuk en nice. Nou, even kennis maken met iedereen. Dit is meneer Schildpad, ken je al? Oh, kan je er doorheen? Better not. Dan kan je namelijk zelfmoord plegen. Dat wil ik namelijk niet dat je dat kan. Kan je dat? Nee, je kan niet door de deur. Goed, mooi om te weten dat je geen zelfmoord kan plegen. Horsey, meneer Schildpad is dat. Dan hebben we hier Donkey. En hebben we daar in de verte hebben we Koentie. En Mercurik en Sardientje zitten daar ook gezellig. Dus dat, welkom. Leuk dat je er bent. En ik ga er weer eventjes vandoor. Toedeledoki. En later dan kan je brug even weghalen, gast. Hoppa. Even naar boven. Dank u. Even weghalen deze handel. Oké. Okay. We gaan sowieso eerst volgende afleveringen gaan we hier een beetje aan werken. Want die zijn allemaal zombies. Helemaal naar. Nou, dat was een tukkie doen. Want de volgende aflevering gaan we naar Vincent zijn basis. En dan gaan we een koekje van eigen deeg doen. Ik heb er echt een miserig trolletje bij hem gedaan de vorige keer. Echt, ik heb hem gepoisoned. Dat is het enige wat ik deed. Ik heb hem niet eens dood gemaakt, gast. Gaat hij
vriendin bij mij lopen flikken? Nou, dan kan ik je vertellen. You have fucked up with the wrong neighborhood. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wat is dit eigenlijk allemaal? Is dit al het zand gehaald om mijn basis weg te halen? Of heeft hij echt geen sponsor gebruikt? Dan vind ik het echt heel zielig als hij geen sponsor heeft gebruikt. Maar goed. Ja, leuke basis heb je hier, Vincent. Heel leuk. Zit vooral mooie toortjes en zo, weet je wel. Ben je lekker gedaan, gast. Heb je leuk gedaan. Ja, het zou heel naar zijn als dit uiteindelijk onder water komt te staan, hè? Ja, dat zou naar zijn? Oh mijn god, dat zou naar zijn. Nee, dat kan je echt niet. Dat kan je niet maken, gast. Dat kan je niet maken. Alles onder water. Nee, dit gaat sowieso niet lekker. Dat is veel te veel moeite. Maar dat zou naar zijn. Wauw. Dat zou echt heel naar zijn. Nou, gelukkig, weet je. Gelukkig heeft hij nog nergens een lek. Gelukkig heeft hij nog nergens een lek in zijn basis. Oeps, oeps. Ah, nou ja, kan gebeuren. Oepsie daisy. Mijn naam is Casey. We gaan weer terug naar huis. Wij weten in ieder geval wat ons nog te doen staat. Wij moeten deze basis nog eventjes lekker op gaan frissen. We gaan de grote deels van dat gaan we op stream doen. Als ik daar zin in heb. En eerst volgende aflevering. Oh, goddammit. Eerst volgende aflevering gaan we Vincent eventjes even terugpakken. Toch? Zeker waar. Dames en jongens, meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Even lekker duim omhoog. Hiernaast kan je twee andere leuke video's aanklikken. En dan zeg ik nog maar één ding. Dat is later. Later.